Alle grote wielerploegen zullen vandaag starten in deze proloog. En ja, ik ga zo even in het kampement kijken. Daar even horen wat er te doen is. Nou, dit is dan bij een van die ploegen. Zoals je ziet, BMC-ploeg. De fietsen staan allemaal klaar. Door de technici in orde gemaakt. Wordt deze fiets nog gebruikt vandaag? Ja. Ja? Wie gaat... Die zit er achterover, man. Wie gaat hierop rijden? Bandiera. Hier is dan de start-finish. U ziet het... allemaal de Eneco-borden. De tenten en nou goed, de profs die zijn aan het warm rijden. Zijn dit de motoren waarmee die rijden mee in de Tour? In de Tour de France niet, maar in de Eco-tour wel. Ja, en wordt hierop gefilmd? Ja. Oké, dus hier zitten de cameramensen op en die houden dat, die brengen dat allemaal prachtig in beeld voor ons. Nou, u ziet het, er wordt nog volop gesleuteld. En ja, zo'n motor zit helemaal vol met apparatuur. Ja. Goedemiddag, we staan hier bij ISO Krikke, een van de organisatoren van deze proloog. Hoe gaat hij tot nu toe, ISO? We hebben alles nu onder controle. Ja. En net nog even in contact gehad met de internationale organisatie. Okay. En daar kregen wij een enorme veer, want we lopen 3 uur voor ten opzichte van 2 jaar geleden. Kijk. Dus het gaat helemaal goed. Dat is bij proloog veel tijd. En ik heb het beloofd, hè, goed weer. Hè? Ja. Ja, dat ziet er goed uit. Hey, en alle renners, grote namen doen mee, hè? Ja, dat is helemaal geweldig eigenlijk. Ja, absoluut, ja. Alle grote deelnemers veld wordt ieder jaar een stukje beter. Ja. We hebben dit jaar een fantastisch veld. Ja, en dat belooft dus een snelle tijd, want ja, we hebben een prachtig parcours natuurlijk. Het is een supersnel parcours ook nog eens. Ik heb al een paar renners ook gesproken. Ja. Die hebben het allemaal over, wat een fantastisch parcours. Ja. Dus nou ja, helemaal top. Helemaal tof is ervoor gemaakt. Ja, ik zag het. Ik heb het even rondgereden en ik zag dat alles er strak en goed bij stond. Ja. Dus ik geloof in een hele mooie dag. Het wordt fantastisch. Oké, succes ISO. Bedankt. Dank je wel. Groetjes. Hoi. Nou ben ik hier toch bij een grote wielrenner uit Hooglanderveen zelf. Ja, ik heb er al diverse geïnterviewd. Maar hier is de bekende Wim Spijker. Wim, wie denk je dat je deze proloog gaat winnen? Ik denk Lars Boom, Gilbert. Ja, blijf het droog, blijf het niet droog. Afwachten. Afwachten, hè? Ja. Ja. Nou, ik hoorde wel van de renners dat ze het een mooi en snel parcours vonden. Ja, er zit alleen wat rotondes in. En, ja. Ja. Haal de snelheid er een beetje uit. Ja, dat is helemaal een vliegwedstrijd. Maar voor de rest is het wel mooi asfalt natuurlijk. Ja, asfalt er ook uit. En twee hele kleine kolletjes, hè? Ja, ja, is dat natuurlijk. Bij de A28 en bij de spoorwag. Ja. Hey, dus jij gaat vandaag even genieten? Ja, ik ben vanmorgen al bezig kijken bij die ploegen, weet je, bij die materiaalposten. Ja. Dat vind ik heel erg mooi. Ja, bijzonder, hè? Bijzonder, ja. Dat zo dichtbij komt. S'avonds met voetballen. Ja, ja, ja. Dus lopen niet met oortjes en zo. Nee, nee. Jongens kan je gewoon benaderen, dus helemaal geen probleem. Ik kan heel dichtbij ze komen, dat is leuk. Nou, veel plezier jij en Jos, hè? Ja, we zullen, het komt best goed, denk ik. Oh ja. Oké, hè. Nou, dat mocht duidelijk zijn. Hij werd aangemoedigd vanuit uit de volgwagen. Hé hey, mannen, goedemiddag. Jullie hebben er meteen maar een feestje van gemaakt. Ja, even een Eneco Tour in Hooglanderveen. Ja, biertje, de Veense vlag natuurlijk. Super. En muziek. Ja, jongen, dan moet je nog één keer mee rennen dan met die vlag, hè? Ja, maar dan heb je het helemaal op beeld. Wel fucking snel natuurlijk. Ha 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 ha